Malle Bos in Spijkenisse voor veel mensen een heerlijke plek om te relaxen. Zo ook voor Farida. Zij ging er regelmatig na haar werk even naartoe om op een bankje uit te rusten. En zo ook voor Patrick. Hij kon daar zelfs zo tot rust komen dat hij daar zijn tentje had opgezet, om af en toe even de ellende van thuis te ontvluchten. Helaas bleef het niet bij relaxen voor Patrick. Hij vermoordde in het Malle Bos 2 mensen, waaronder Farida. En hij wordt verdacht van nog 3 moorden. Kijk voor zijn hele verhaal op seriemoordenaars.net.